Het is vandaag woensdag 12 februari 2020. De dag waarop de Tweede Kamer debatteert over CETA, het handelsverdrag met Canada. Volgens de fractievoorzitter van D66, Rob Jetten, ben je een natie als je tegen dat verdrag bent? En ook een dief van je eigen portemonnee, want we gaan heel veel geld op verdienen. Best raar, hè, zo'n zo dubbele, ongerelateerde argumentatie. Klopt dat wel? Ja, dames en heren, welkom bij Café Weltschmerz. We gaan vandaag praten over CETA, het Comprehensive Trade Agreement met Canada. En eh, zoals gezegd, D66, andere partijen, zijn er enorm voorstander van. Er worden veel argumenten gebruikt die niet kloppen, en dat wil ik dus in deze uitzending graag ontzenuwen. De discussie lijkt verdomd veel op die met Oekraïne, met het handelsverdrag. Vervelend om zo te doen, maar toen heb ik ook gelijk gekregen, dat ga ik ook laten zien. En met Canada staat hetzelfde te gebeuren. Grote probleem met CETA, het handelsverdrag met Canada is aan de ene kant dat uh, het wegnemen van handelsbarrières waar het over zou gaan dat is niet waar want de meeste importtarieven zijn al verdwenen en ten tweede krijg je er rechtbanken voor terug ISDS investor status dispute settlement dat betekent dat als een bedrijf last heeft van een bepaalde regelgeving dan kan het de overheid die die regels invoert aanklagen Daar komen we allemaal op terug ik heb een leuk tweetje hier van uh, van Robiette Um, nou, he, we moeten laten zien wat we waard zijn. Uh, best wel raar. Ik bedoel, je kunt voor of tegen een handelsverdrag zijn, maar dat bepaalt toch niet intrinsiek wat u waard bent. En dan is er ook nog een, een keuze tussen gesloten en protectionistisch of open en betrouwbaar. Ik vind dat is een hele rare tegenstelling. Want als je niet voor dat verdrag bent, hoezo ben je dan onbetrouwbaar? En daarnaast klopt het beeld ook niet dat we dan protectionistisch zijn. Want dat zou impliceren dat we bepaalde handelsbelemmerende maatregelen in stand willen houden. En dat is niet zo, dat klopt simpelweg niet. Ik um, ga je vertellen hoe dat zit. Uh, kijk, het volgende plaatje, dat is, een, um, um, dat is van de Customs Tariff Database, zoals dat heet, van de, uh, van de Canadese overheid. Uh, stel dat je een ondernemer bent en je wil bijvoorbeeld iets produceren en verkopen met rubber erin. Dan heb je een bepaalde productcategorie, nummer 4, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan rekent Canada afhankelijk van het land waar jouw bedrijf staat een bepaald tarief, een importtarief, dat is een belasting. En dat zou een handelsbelemmerende maatregel kunnen zijn. Nou, wat is nu het problematische aan CETA, waarvan men zegt dat haalt handelsbelemmeringen weg. Het tarief voor Nederland, want ik heb hier gezocht wat er gebeurt als ik Nederlander ben en ik wil iets van rubber. Maar het kan ook kurk of hout, bedenk het maar. Als ik iets met rubber erin wil exporteren naar Canada, wat moet ik dan voor tarief betalen? Dan moet ik het... Uh, MFN-tarief betalen, zoals het heet. Most Favoured Nation. En dat is nul, het is vrij. En dat komt omdat Canada en de Europese Unie, met daarin Nederland. die hebben in de jaren 70 al lang verdragen gesloten. waarbij de meeste uh, goederen. Um, um, niet, niet meer belast worden. Dus daar gaat CETA helemaal niet over. Als je het omdraait, dan heb ik een plaatje van de Europese uh, Commissie. Uh, misschien kan die wat groter, dan is die iets, iets beter leesbaar. Van elke combinatie van land en product kun je in de database van de Europese Commissie kun je opzoeken wat het vigerende tarief is, zoals dat heet. En in dit geval heb ik dus andersom gezocht. Het is dus niet dat een Nederlander iets naar Canada wil exporteren, maar een Canadees naar Nederland. En de Europese Commissie heeft al die tarieven geharmoniseerd. Want de Europese Unie is een interne markt, dus Nederland kan niet een ander tarief hanteren dan Duitsland bijvoorbeeld. Want dan zou je bijvoorbeeld via Duitsland iets kunnen importeren en dan de Nederlandse heffing ontlopen. Want Nederland en Duitsland heffen onderling geen tarieven op, uh, op verhandelbare goederen. Nou, wat zien we dan hier? Dan zien we dat sinds 1988 dat Canada uh, ook met het nultarief werkt. Dus uh, Canada heft 0% aan uh, de Europese Unie en andersom. Dus die, uh, dus die, die handelsbelemmeringen die zijn al lang weggelopen. Een ander voorbeeldje, dat is het volgende plaatje, is dat als je dat met Rusland zou doen, dus de Russian Federation, en dan zien we dat het 1,7% is, het importtarief op een bepaald goed. Um, als er dus in uh, internationaal verband wordt gesproken over het wegnemen van handelsbelemmeringen, he, een hele kapitalistische echte VVD-gedachte, al die handelsbelemmeringen moeten weg, dan moet u zich realiseren dat het bij uh, de genoemde goederen van, om een daling gaat van 1,7 naar 0% op de waarde. Van het te verkopen goed. Dus met Rusland hebben we nog 1,7 Met Rusland hebben we een hele slechte band. En met Canada een hele goede, want dat waren onze bevrijders. Wordt die ook vaak gebruikt hè, in, de, in de discussie van. Ja, maar Canada heeft ons bevrijd in de Tweede Wereldoorlog. Dat is eigenlijk een hele rare gedachte. Want als, als het CETA een verdrag is waar Nederland rijk van wordt. dan moet je dat sluiten ongeacht met wie dat is. Omgekeerd zou je kunnen zeggen. Nou, in de Tweede Wereldoorlog was Duitsland fout. dus dan moet Nederland maar geen handelsverdrag hebben met Duitsland. Dat is een onzinnige redenering. En de, de reverse godwin, zoals ik dat iemand op, uh, op Twitter zag noemen. Um, en het, het klopt dus inhoudelijk niet, want de meest, wereldwijd zijn de meeste handelsblemmerende maatregelen al weggenomen. We gaan van 1,7% in het geval van Rusland eventueel naar 0% bij Canada. Dus dat zijn minimale bedragen. En uh, in het geval van Canada waren die, um, waren die tarieven sowieso al weg. Nou, volgende plaatje dan zien we de goederen waar nog wel importtarieven voor worden gerekend. En in dit geval is dat kip. En dan gaat het om een paar tientjes per 100 kilo kip. Nou, als je kijkt naar wat een kip weegt in de, bij de Albert Heijn, als één kip 20 pieken is, nou, dan kun je voor 100 kilo heb je dus 50 kippen. Dus je zou in Nederland of in de Europese Unie milieuvriendelijke, diervriendelijke maatregelen kunnen nemen ter waarde van 25 uh, uh, euro gedurende het leven van het beestje. En dat is dan je kostprijsverhogende maatregel. Nou, die zouden dan eventueel uitgaan. Dat zijn de enige handels. Uh, de enige tarieven die nog bestaan tussen Canada en de Europese Unie. Aan de, voor de rest is alles weg. Ja, dat is het volgende plaatje. Daar gaat het bijvoorbeeld over. Um, um, cheddarkaas. Nee, die heb ik eruit gehaald. Dat is goed. Um, dit is een impact assessment van de Britse overheid. Waarbij ze hebben gekeken naar. wat is nou het economisch voordeel van CETA? Um, u kunt deze zelf downloaden. U ziet. Um, de documentcode enzovoort. En um, het volgende plaatje, en dat komt uit deze impact assessment, daar zien we waar die uh, tarieven die nog wel gerekend worden geconcentreerd zitten. En dan ziet u dat dat helemaal niet bij uh, bijvoorbeeld papier of machines, vliegtuigen, auto's die Europese bedrijven naar Canada willen exporteren. Daar zit het hem niet in. De enige goederen die nog wel belast worden met, uh, met importtarieven, dat zijn goederen waarbij milieustandaarden en uh, die vriendelijkheidsnormen heel erg van belang zijn. En dat is dan vooral landbouw. Dat zijn de befaamde kippen en de varkentjes en de, uh, en de koetjes. Voor de rest zijn al die tarieven al weggehaald. En dat is belangrijk als u zegt van nou ik wil dit, dit filmpje, ik wil dat tijdens een verjaardag gebruiken. En ik wil dan één zin eruit halen. Hè? Ik ben voor vrijhandel, dus ik ben voor CETA en dat soortgelijke verdragen. Nee dat is onzin, al die tarieven die zijn al zo goed als weggehaald behalve bij goederen waarbij regulering heel erg belangrijk is en controle op regulering moeilijk is. In uh, Canada bijvoorbeeld kan men nog wel groeihormonen in het kipje spuiten, ja, dus dan heb je een stal en dan wil je dat gedurende 60 dagen een kipje erin komt en eruit gaat, dan kun je kipnuggets van maken. Nou je kunt dat na 40 dagen doen, moet je het beestje vol spuiten met groeihormonen, niet heel leuk voor het beestje. Uh, maar dan ben je wel iets kostenefficiënter. Nou, Europa verbiedt dat. Nederland heeft nog extra regels eroverheen gegooid. In Canada mag dat wel. En aan een stuk vlees kun je niet zien of er wel of geen uh, groeihormonen zijn gebruikt. Het is ook niet bekend wat het effect is van groeihormonen op de volksgezondheid van de mensen op langere termijn. Dus dit soort goederen die bleven nog uh, gereguleerd en uh, uh, verzwaard met een, uh, met een importtarief. Nou. De totale economie van Canada en de Europese Unie opgeteld is afgerond, kom op, um, zo'n 18.000 tot 20.000 miljard dollar, hangt er vanaf hoe je het meet. Dus 20.000, houdt daar eventjes op. Nou, omdat al die importtarieven al zo goed als zijn afgeschaft, is de economische impact van die laatste paar tariefjes die nog bestaan weghalen, is ook minimaal. Nou, hetzelfde impact assessment rapport... Dus het volgende plaatje, dat laat zien wat dan uh, de groei van de Europese economie zou zijn. En dan heeft men het over een bedrag van 1,7 miljard of ietsje meer. 1,7 miljard, dat klinkt als een hoop geld. Ik heb het niet. Maar als je het ziet op het uh, totaal van de Europese Unie, hoe groot de, Europese, uh, de economie van de Europese Unie en die van Canada opgeteld is. Dan hebben we het over uh, stijging, een groei van de economie die wordt uitgedrukt in, uh, in, 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 in honderden van procenten. Dus in tienduizendsten. Dat is onmeetbaar klein. Dat is helemaal niks. Dus voor het geld hoeven we het niet te doen. Um, want die tarieven zijn al weg. Die laatste paar tarieven weghalen zal een negatief effect hebben voor degene met de hoogste standaarden. En dat is vooral Nederland. Op het totaal is het effect verwaarloosbaar omdat het om minimumbedragen gaat. Dus voor het geld hoeven we het niet te doen. Dat is geen argument. Um, de discussie lijkt heel erg op die met Oekraïne. Ik heb destijds ook gezegd dat het associatieverdrag met Oekraïne heel nadelig zal zijn voor Nederland. Waarom is dat zo? Dat is volgende plaatje. Destijds hadden we de situatie dat Oekraïne een negatieve current account had, zoals dat heet. Dus dat is hun handelsbalans. Hun export is al te mager om de, om de import te financieren. Dus er moet geld bij. En ik heb dit plaatje hier ook al gebruikt in 2015 en 2016 gedurende de discussie over het associatieverdrag. En u ziet de, het hand, de handelsbalans van Oekraïne. Die bodemt uit in 2013 en 2014. En op dat moment begonnen we met dat verdrag. En toen heb ik gezegd. Oekraïne heeft geen geld om onze spullen te kopen. Er was toen een tenenkromend filmpje bij, uh, bij de NOS. En dan werd er werd gezegd: van ja, in Oekraïne hou je het ook wel Nederlandse kaas. En dat je zo'n zo blonde, blonde dame, laat ik het zo zeggen. En die ging dan vertellen dat uh, dat het verdrag toch echt heel goed was. Want het ging over mensenrechten en rechten van minderheden. Nou, die staan niet in het verdrag. En Nederland zou veel meer gaan exporteren naar Oekraïne. Ik heb meteen gezegd dat is onzin en ik heb helaas gelijk gekregen. Um, want als Oekraïne um, lagere milieunormen heeft, we halen de importheffingen op goederen die tegen, min, die tegen lagere normen zijn uh, geproduceerd weg. Dan is de kans heel groot dat Oekraïne in dat gat zal duiken. Daar zijn ondernemers ondernemers voor. Andersom is er geen geld om uh, vanuit Oekraïne Nederlandse spullen te kopen. Dus dat gaat nadelig zijn voor Nederland. Nou. Achteraf kunnen we vaststellen dat die redenering klopte. Dat is het volgende plaatje. En dan heb ik de handelsbalans van Nederland met Oekraïne ingevoegd. En uh, de blauwe staaf, dat is de totale handelsbalans van Nederland met Oekraïne. In honderden miljoenen. Dus Nederland verkocht toen voor een kleine 700 miljoen euro uh, aan goederen in de plus aan uh, Oekraïne. En dat werd altijd al gezien als ja. En dat is, daarom moeten we meer handel gaan drijven met dat land. Maar ik heb ervoor uitgelegd dat ten eerste Oekraïne met de rest van de wereld in totaal een negatieve handelsbalans heeft. Dus ze kunnen onze spullen niet kopen. En ten tweede, je hebt daar bedrijven die onder normen produceren die in Nederland uh, verboden zijn. Dus het enige wat waarschijnlijk zal gaan gebeuren is dat de Oekraïnse producten... de Nederlandse markt gaan overspoelen en niet de tegenovergestelde. Nou, wat zien we dan? Dan zien we dat de handelsbalans van Nederland met Oekraïne... die slaat helemaal om. Die gaat zo'n anderhalf miljard euro de andere kant op. Dus dat is geld dat Nederland nu verliest als totale economie. En um, de post Levende Dieren en Voeding die neemt eigenlijk dit hele bedrag voor zijn rekening. Dus de rest van de handel met Oekraïne kunnen we verwaarlozen. Zij importeren, dus, zij exporteren dus, dus Nederland importeert um, plofkippen met hormoonvlees enzovoort. En gaat specifiek om het bedrijf Milronowski Gliboproduct van de heer Yuri Kosjoek. Dat is een miljardair. Die wordt helemaal doodgesubsidieerd. Door de EU ook nog eens en door zijn eigen regering. En dat zijn de grote winnaars. En met Canada gaat dat ook gebeuren. Um, voor handel hoeven we het dus niet te doen. Nou, dan heb je een tweede aspect en dat, zijn de, de, in, dat is Investor State Dispute Settlement, zoals dat heet, ISDS. Nou, grote bedrijven willen heel graag regels hebben, zodat ze um, uh, of de mogelijkheid hebben om te procederen tegen regels. Ja, als een overheid zegt wij gaan roken verbieden, ik noem maar wat, ja, dan, stort de in, dan stort de export van uh, Marlboro in. En dan willen die bedrijven, die willen um, overheden kunnen aanklagen voor goed bedoelde maatregelen ter bescherming van de eigen bevolking, waar dus zo'n bedrijf last van heeft. Nou, dat is ISDS. Dan moet je een speciaal tribunaal hebben... Uh, buiten de bestaande uh, rechtszekerheid om, waar die bedrijven dan kunnen gaan klagen... over een bepaalde uh, maatregel die een overheid heeft getroffen. En dat kan nu nog niet, want als je nu bijvoorbeeld Frankrijk wil aanklagen... omdat ze iets verbieden, ik noem maar wat, bedenk maar wat. Ja, dan moet je naar de Franse rechter en bedrijven denken dan dat ze gediscrimineerd worden. Daarom heb je dus antidiscriminatieregels. En dat betekent dat er een aparte rechtbank moet komen. door een instituut opgericht van de VN, waar Nederland geen lid van is. En die moet dan kunnen gaan bepalen over. Uh, of een staat wel of niet. schuldig is aan het discrimineren van een bepaald bedrijf. Dat is het volgende plaatje. Dit komt uit CETA, artikel 8.39. En daar staat het heel duidelijk: monetary damages. Dus als een Europese overheid iets doet waar een. Amerikaans bedrijf, want het zijn Amerikaanse bedrijven, daar kom ik zo op. He, dus waar een bedrijf aan de andere kant van de plas last van heeft, dan kunnen ze de rekening bij een rechtszaak neerleggen bij de desbetreffende overheid. En de Nederlandse rechter gaat daar niet over. Het is heel belangrijk dat u dat snapt. Er moet dus een apart tribunaal komen met een, een advocaat die wordt benoemd door de aanklager. Um, het bedrijf dat last heeft van een bepaalde maatregel. De beklaagde, bijvoorbeeld de Nederlandse overheid. En dan gaan ze met een derde advocaat in New York gaan ze in een zaaltje zitten en dan komen ze eruit. En dan zeggen ze ja, Nederland moet zoveel miljard euro aan een medicijnfabrikant of Philip Morris of weet ik wat betalen. En dan moet Nederland dat doen. Nederland legt zich hier zelf gewillig nu bij neer. En je kunt je echt afvragen waarom je dat zou moeten doen. Um, waar dat vandaan komt, dat ISDS, is, dat is het volgende plaatje. Wellicht kunt u zich nog herinneren dat wij een referendum hadden over de Europese grondwet in 2005, het zogeheten verdrag van Lissabon. En waarschijnlijk heeft niemand dit gezien. Maar er waren dus al bestaande rechtbanken. En artikel 66 van het verdrag van Lissabon. Waar de bevolking met 66% nee tegen zei. Hè? Dat verdrag, dat rep van de Development of Alternative Methods of uh, Dispute Settlement. De Nederlandse bevolking wil dit niet. Tweederde van de mensen van de Nederlanders is hier tegen. En via de achterdeur worden dit soort bepalingen toch nog door onze uh, strot geramd. Nou, uh, volgende, even nog niet doorklikken, want ik ga wat onsmakelijks laten zien. Waarom ben ik zo bang voor. Uh, voor uh, voor, die, voor, die, voor, voor Canada, want Canada heeft uh, Nederland toch bevrijd in de oorlog. Dus Canada is heel leuk. Dan zou je Rusland juist heel leuk moeten vinden en Duitsland weer niet. Maar goed, onzinnig uh, argument. Kijk, het probleem met Canada is, is dat Canada heeft uh, NAFTA afgesloten, dat is de North American Free Trade Association. Dat is een soort EU, maar dan op het Amerikaanse continent, Noord-Amerikaanse continent. En uh, alles wat in het ene land mag worden geproduceerd, mag worden doorverkocht naar een ander land. Dus als Nederland, als de Europese Unie een vrijhandelsverdrag sluit met Canada... dan doen ze dat ook met Mexico. En dan krijg je dus je Mexicaanse normen voor dierenwelzijn. Nogmaals, als u al uh, nog niet heeft gegeten, um, doet u dan uw ogen dicht. Maar ik ga even laten zien hoe ze in Mexico met beesten omgaan. Kijk, wat ze daar doen, is... Uh, daar zijn allemaal technieken die men niet mag toepassen. Een Amerikaans bedrijf, Leprino Foods... dat maakt, pizza op diep, dat maakt kaas op diepvriespizza's die, um, die ook hier wordt verkocht. Um, wat hier gebeurt is dat men een lier gebruikt om een kalf uit een, uh, de moederkoe te trekken. En uiteindelijk wordt hier de poot afgerukt. Um, in, ik zeg niet dat Nederlandse boeren heilig zijn. Maar dit zijn technieken, dit zijn methoden, die zijn absoluut verboden in Nederland. Het toezicht daarop zou kunnen falen. Dan moet je zeggen, dan gaan we uh, in het binnenland ons toezicht daarop verbeteren. Maar wat er nu gebeurt is dat we de Mexicaanse normen voor dierenwelzijn binnen, naar binnen laten. Wat daarna gebeurt met zo'n koe. Uh, een koe heeft uh, botten die uitsteken aan de zijkant. Als u als een koe heeft geaaid, dan ziet u dat. Nou, deze koeien zijn zwaar vermagerd. En wat ze gebruiken, wat ze doen, is dat ze uh, landbouwmachines, dus uh, bouw. Bouwen, um, ja, dus wat is dit? is dus een heftruck. Die gebruiken ze om de koe aan de zijkant aan de botten op te tillen. Ook dat is in Nederland zwaar verboden. In Nederland is het verplicht dat een koe zelf het slachthuis naar binnen kan lopen. Als het beest gedurende de uh, periode van leven, hè, dus kalfjes baren en melk uh, produceren, zo is afgeracht dat het dat niet kan, dan mag het niet aan het slachthuis worden aangeboden. En dan heeft de boer een enorme schadepost van misschien wel een kwart van zijn netto inkomen gedurende die maand. Dus die zal dat niet doen. Alleen in Mexico heb je die standaarden niet. Dus dan krijg je dus dit soort dingen. En er zijn, het is een filmpje van de People for the Ethical Treatment of Animals. Zij hebben het opgenomen bij Leprino Foods. Um, ja, een plaatje verder zie je nog uh, wat, wat er daarna met dat beest gebeurt. Wat ik zei, in Nederland is dit uh, totaal verboden. Maar dit zijn dus de normen voor dierenwelzijn die wij uh, gaan binnenhalen. Ik ga je voorspelling doen, want ik had het met de Oekraïne ook gedaan. Toen had ik gelijk... Um, CETA is gedeeltelijk in werking getreden. En dat komt omdat het een gemengd verdrag is, zoals dat heet. Het is een gemengd verdrag omdat het handelsclausules uh, betreft. Dus uiteindelijk al die uh, heffingen voor. Uh, uh, importheffingen op uh, dierlijke producten, levend dan wel dood, die gaan er allemaal aan. Dus die slag heeft de Europese boer, met name de Nederlandse boer, heeft die al verloren. Dus in dat, wat dat betreft zijn we de sjaak. Dus er wordt nu wel gestemd in de Tweede Kamer, maar het is al van kracht. En dat komt omdat het een gemengd verdrag is. Het gemengde aspect uh, betekent dat een deel over handel gaat. De Europese Commissie, het Europees Parlement, die kunnen zelf beslissen over handelsgerelateerde onderwerpen. En in, de Europees, in Brussel vindt men dat dit verdrag er moet komen. Dus het is rechtsgeldig voor Nederland. Het andere aspect, dat heeft uh, betrekking op de niet-handelsgerelateerde dingen. En zoals dat ISDS. En daar zouden we misschien nog onderuit kunnen. Um, als dit verdrag er doorgaat, en dat zou zomaar kunnen gebeuren, het hangt van een paar partijen af. Dan zullen Amerikaanse bedrijven met vestigingen in Mexico, die zullen kantoren openen in Canada. En dan zijn dat Canadese bedrijven. Ja, dus uh, Rob Jette had ook ergens gezegd, in een filmpje geloof ik met geen stel. Zei hij zei van ja, de, de relatie met Trump is heel erg. En Trump, Poetin, eng, eng, eng. Dus we moeten de banden met Canada aanhalen. Nee, door NAFTA. Haal je Amerikaanse bedrijven binnen. Die Amerikaanse bedrijven zullen een kantoor openen in uh, een kamerplantbedrijfje, een, een brievenbusfirma, in, uh, in Canada. Dan zijn dat Canadese bedrijven. Dan kunnen ze gebruik maken van het CETA-verdrag om Europese landen aan te klagen die uh, uh, producten tegenhouden of willen tegenhouden. die op de manier zijn geproduceerd, zoals ik u net liet zien. En op dat moment uh, zal Nederland kostbare rechtszaken moeten gaan voeren. Misschien van tevoren alvast schikken of milieuregels eigenlijk dan maar helemaal niet, uh, niet aannemen omdat we anders miljardenclaims krijgen van, uh, van die Amerikaanse bedrijven. En als je erover nadenkt, dus je hebt VVD, D66, CDA, die willen dit verdrag, die willen dat zelf weggeven. Dus je hebt nu de situatie dat een Amerikaans bedrijf niet de mogelijkheid heeft om Nederland zomaar aan te klagen en zonder dat je er zelf iets voor terugkrijgt, geef je ze dat. En ik vind dat totale zelfdestructie. Fijne avond.